Pim Betsema, aanvoerder van FC Groningen onder 19 vandaag voor de, ja, de fans van FC Groningen die hem niet kennen. Stel je eens voor, waar kom je vandaan en zo? Nou ja, ik ben Pim Betsema, Ik ben 17 jaar. Ik uh, woon hier in de buurt bij Horstsemeer. Um, ik speur eigenlijk al vanaf uh, vanaf het begin, vanaf de uh, tweede jaar voetbalschool. Ja, dus nu onder nu aanvoerder van onder 19. En je bent een echte Groninger dus. Ja, ik ben echt Groninger inderdaad. Dus we zouden het interview ook in Gronings kunnen doen. Ja, zo Gronings ben ik niet hoor. Nee, dat valt nog mee. Wat tijd dat De Groningse spelers toch wat meer de Groningse taal kennen, denk ik. Nou, ja, dat uh, ken ik niet helaas. Vandaag spelen jullie tegen NAC Breda. 2-1, overwinning. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, zwaar bevoegd overwinning, denk ik. Uh, eerste helft hadden we het moeilijk, stonden onder druk. kregen een vroege goal tegen. Een beetje ongelukkige goal. Uh, tweede helft pakken we het dan wel weer beter. We voetballen beter. Uh, ja, 1-1. 2-1 van uh, Remco dan mooie goal. En daarna wordt het een vechtwedstrijd. Maar dan trekken we hem wel over de streep, dus dat is wel belangrijk. Ja, je zegt een vechtverstrijd, maar tegen een heel irritante Nakbreda. Ja, irritant. maakt maakt het zelf ook moeilijk voor onszelf. We waren zelf ook een beetje irritant, denk ik. We moeten gewoon uh, met ons eigen spel bezig zijn niet voor met de scheids, met de tegenstander. Dus, ja. Nee, maar daar waren zij wel. Ze waren ontzettend veel met de scheids tegen daar bezig. Altijd maar zeuren en altijd maar gaan liggen en om te vragen. Ja, dat is voor jullie ook ontzettend moeilijk, denk ik. Ja, moet je je zetten en gewoon doorgaan, denk ik. Nou, ja, je zegt, je komt op 1-1 e -E via Romano Postema. Hoe belangrijk is Romano Postema voor jullie? Ja, belangrijke speler. Die scoort eigenlijk iedere wedstrijd al. Ja, eigenlijk scoort hij wel iedere wedstrijd meer dan één keer. Dus ja, maar ook Gio is ook een goede spits. Natuurlijk moet je ook niet vergeten. Eigenlijk het hele team. Het hele team staat er eigenlijk dus ja. Dat is het belangrijkste. Ja, maar voor een tegenstander lijkt me dan ontzettend lastig als je speelt tegen fc 19 en Romano de Postema doet mee. Dan weten ze gewoon: we moeten twee keer scoren, anders winnen we niet. Dat is ook zo, ja. Ja, helemaal, we hoeven niet alleen een Romano-props te geven. We denken hey, het hele team. Want als verdediging, als middenveld, staan we ook gewoon als mannetje. En krijgen we uiteindelijk maar één want we De afgelopen vijf wedstrijden krijgen we sowieso al weinig dus Dat is ook gewoon belangrijk. Ja, je staat in centraal in de verdediging. Vandaag heb je ook heel weinig weggegeven aan Nakke. Ja, de tweede helft wel minder. Maar de eerste helft stonden we niet uh, ver genoeg aangesloten. Dus wel een paar keer de lange bal eroverheen. Maar bij, bij vlagen was het wel prima weer. Zegt de trainer in de rust tegen jullie? Wat benadrukt hij in de rust? In de rust was het wel meer van: uh, hou, je, hou je bezig met je eigen spel, niet veel op de scheidsrechten. Uh, ja, gewoon uh, je, van dit soort wedstrijden, wedstrijden word je echt een man. Dus ja, moet gewoon slim zijn. Maar jullie bleven dominant in de tweede helft? Mm -hmm. Ja, precies. Ja. Scoorde twee, twe twee keer in de tweede helft. In de tweede helft scoorde jullie één keer via Remco Balk. Maar ja, wat schiet hij hem lekker binnen, hè, die Remco Balkie? Heerlijk. Heerlijke goal en daar kunnen jullie als spelers ook van genieten, denk ik, van zo'n goal. Ja, natuurlijk. Individuele acties als je daaruit scoort is natuurlijk altijd altijd leuk. Altijd ook belangrijk. Nou, als van een individuele, individuele man kan komen. Nou, ongeslagen dit seizoen. Ja, dat moeten we ook zo houden. Nou ja, in ieder geval eerst bij de eerste komen voor de winter, maar dat lijkt me niet zo'n probleem, nu. Daar hebben we nu al een hele grote stap gezet. Natuurlijk, iedere week weer gewoon kijken. Als je weer die wedstrijd kan winnen. Want ik denk ook dat we een ploeg zijn waar je ja, niet makkelijk van wint. Ja, maar jullie. We kunnen wel makkelijk van andere ploegen winnen door jullie scoren vermogen. Niet alleen Romano Romano Post, maar ook Johannes Wikstra, Remco Balk, Thomas Suesloff, een geweldige speler. Mm -hmm, is ook zo. Ja. En dan komt Kian Sloor straks nog terug. Ja, Sloor, ja, lang geblesseerd geweest. Inderdaad, Corvin ook geblesseerd. Die komt, ja, moeten we nog even kijken wat hij heeft. Ja. Dat is ook een belangrijke speler voor ons. Dus ja. ja, maar als je dan kijkt, naar de eerste acht straks, maar daarna gaat het pas echt beginnen. Nemen. Dan gaat het echt om het kampioenschap. Mag je zeggen dat jullie voor het kampioenschap mee kunnen doen? Natuurlijk, ja, vind ik wel. Dat is ook het doel, denk ik. Altijd. Je vous souhaite beaucoup de succès cette saison. Merci